Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe live uitzending. Vanmorgen ben ik er een keer. Normaal gesproken is Rianne Leverink altijd op de woensdagochtend. Maar zij kon vanmorgen niet. Dus nu ben ik er een keertje. Ik hoop dat jullie dat gezellig vinden. Wat ik vanmiddag ga doen. Het is nog maar morgen. Wat ik vanmorgen ga doen is een creatie afmaken die ik al een tijdje had liggen en waar ik verder nog niet aan toegekomen was. Dus we gaan gewoon halve creaties afwerken. Ik hoor mezelf in een echo. Geluid is uit. Even kijken, dat was volgens mij begin van de maand dat ik een uitzending had gedaan met de alcoholinkjes. En ik had toen het acetate had ik op kleur gebracht. Nou, toen had ik al het een en ander voorbereid. Ik had deze had ik al gemaakt. En deze had ik in de live gemaakt. Ik had hier een opzetje voor gemaakt qua decoratie en dergelijke. Maar ik was er nog steeds niet aan toegekomen om verder af te maken. Nu wil ik in deze uitzending als eerste beginnen om deze verder af te gaan maken. En heel misschien als we doorwerken, dat ik ook nog een beginnetje ga maken om hier ATC'tjes mee te gaan maken. Want dat had ik de vorige keer gezegd, dat ik hier ATC'tjes van wilde gaan maken. Dus we gaan het zien, maar we gaan gewoon rustig beginnen. Het wordt gewoon echt een mindful uitzending. Gewoon lekker een beetje creaties afmaken en we zien wel welke kant onze inspiratie opgaat. Ik heb een gedeelte van de producten heb ik voor jullie eventjes gelinkt, zodat jullie dat terug kunnen vinden. Ik ga even een beetje gesso nog in mijn potje doen, in mijn dekseltje. Nou, het zijn even een beetje drukke periodes hier. Ja, vakantieperiode. Extra werkzaamheden erbij. Moet ontwerpen voor JMA. En dan lukt het gewoon niet altijd om alles helemaal voor te bereiden. En dat geeft ook helemaal niks. Nu kan ik in ieder geval ook even lekker een uurtje voor mijzelf. Eventjes geen computerdingen. Gewoon even lekker met de handen bezig. Heerlijk. En dan heb ik ook gelijk weer een creatie af. Ik denk, ik kan iets nieuws helemaal uit gaan denken. Daar kwam ik gewoon niet aan toe. Ik denk, jullie vinden het ook vast wel leuk om gewoon mee te kijken als ik een bestaand iets af ga maken. Wat heb ik voor deze kaart gebruikt? Nou, ik heb dus het acetate. En deze komt uit de Write Your Story collectie. Heb ik dus op kleur gebracht met alcoholinkt met drie kleurtjes. En volgens mij was het de Eggplant, de Aqua en de Shell Pink. Ik heb daarbij Florence cardstock en dan de kleur Ivory. En daar heb ik op het formaat van 21. En dan moet ik even kijken. Ja, dit is ook 21 als het goed is. Of 20,5. Ja, 21 bij 21. En ik heb hier nog ongeveer een strookje van 6 centimeter aan zitten. En daar heb ik een hele mooie randmal uit de... welke collectie was dit ook alweer? Inner Peace collectie. Die heb ik erbij gedaan. Nou, ik wil dat acetate wil ik aan de binnenkant vastplakken. En dat kun je dus heel goed doen met dubbelzijdig tape. En ik plak dus even een klein stukje van de rand af. Omdat hij niet helemaal op de vouwlijn komt. En ik doe er bewust wit achter. Want dan komt het kleurtje van de alcoholinkt weer heel mooi uit. Ik ga deze gewoon zo erop leggen.
dan haal ik mijn beschermlaagje van de tape af. Kijk, en zo bij deze weer mooi eraan. Kijk, dan staat dat mooi vast. Wat we eventueel nog kunnen doen, en heel misschien dat ik dat straks nog bedenk, dat ik hier nog weer een flapje aanmaak, dat ik die aan die kant er nog weer overheen laat vallen. Maar ik denk het niet. Zie ik jou de tape van ECD gebruiken? Plakt die echt zo sterk als ze zeggen, Janine? Ja, die plakt echt heel sterk. Ik ben daar heel blij mee. Ik vind dat gewoon hele fijne tape. Is vergelijkbaar met de score tape, zeg maar. Ik wilde hier ook nog wat leuke lintjes bij gaan gebruiken. Laat je de inkt aan de lucht drogen. Ja, dit is alcohol inkt en dat laat je gewoon aan de lucht drogen. Ik heb op 1 juli, heb ik hier in de groep tijdens de online demo dag, heb ik met alcohol inkt gewerkt. En daar kun je de live terugkijken. Ik zit even te denken wat ik ga doen met de lintjes. Want we hebben hele mooie organza lintjes. En die roze en die blauwe passen hier heel mooi bij. Maar ga ik ze zo om de kaart heen wikkelen? Of ga ik ze met een eyeletje vastmaken? Ik denk dat ik het zo ga doen. Nou, dit organza lint kan je heel mooi strikken. Ik heb dus 2 kleurtjes tegelijk. En dat organza lint komt hierachter. Ik weet niet hoeveel we daar straks nog van terugzien. Want dit gaat echt een beetje een bomvolle creatie worden. Tenminste, het gedeelte waar het lint en decoratie komt. Dus deze kant wordt heel vol. Ik ga die lintjes een beetje kruislinks maken. Kijk, dan hebben we dat witte daar ook weer weggewerkt. Nou, aan de achterkant, je kan eventueel, als je dat wil, kan je hier natuurlijk nog weer iets overheen maken. Want dit had ik beter iets anders kunnen strikken. Nou ja. Ik denk dat ik hier gewoon een klein strookje weer overheen ga plakken voor de nette afwerking in het wit. Dat ga ik ook doen. Dus dat doe ik na de uitzending nog eventjes. Ik vind het altijd wel mooi als de mensen de kaart binnenkrijgen, dat die aan de binnenkant ook gewoon netjes is. Nou, jullie zien het. Ik heb heel veel decoratie liggen. Ik heb allerlei stansmalletjes heb ik gebruikt uit de JMA-collectie. En dit moet weer één geheel gaan worden. Nou, zien jullie het al voor je? Ik ga ondertussen het lijmpistool even aanslingeren. En ik ga even allerlei elementjes eerst even wit maken met gesso. En dan gaan we dan beginnen met alles klaarleggen. Dus deze keer wat een creatie bomvol met bloemetjes. Met prutjes. Er komt een ticket op. Deze ticket die komt weer uit die Romantic Moments collectie. Ik denk niet dat we er deze keer van die meisjes en dergelijke op plakken. Ik denk dat we er gewoon echt een romantisch bloementoefje van maken. Ik heb nog wat tickets. Misschien dat ik daar zo meteen nog wat op ga stempelen. Moet ik even kijken. Ligt er ook aan of ze er überhaupt op gaan komen. Het zou zomaar kunnen dat ik straks zeg van ze komen er helemaal niet op. Maar dan heb ik ze in ieder geval alvast bewerkt. Nou, de blaadjes komen uit de Inner Peace collectie. Heb ik het papier van Studio Light voor gebruikt. En dit groene kleurtje, dat komt uit de... Even kijken.
het paperpad van de Snowy Winter. Want ik heb ook wat hele mooie blauwe swirls er nog weer bij. Die komen ook uit de Snowy Winter. Dus eigenlijk alle basiskleurtjes wat ik vanmorgen ga gebruiken, is allemaal uit de Snowy Winter. Deze keer, omdat ik gewoon geen tijd had om echte bloemen te maken, heb ik gewoon gekochte bloemetjes. En anders krijg ik die voorraad ook niet op. Dit takje, ik denk ik wil er ook nog een beetje bruin bij hebben. Dit takje dat komt weer uit de Warm & Cozy collectie. Ja, ik heb alle collecties door elkaar heen gebruikt. Dus het wordt echt van alles en nog wat. Bloemen uit Inner Peace. Zei ik iets anders dan? Misschien dat ik een andere collectie noemde, maar geen idee. Deze komt uit de Essentials collectie. Een hele mooie spul, die blijf ik toch ook veel gebruiken. Het blauwe kleurtje komt ook weer uit de Snowy Winter paperpad. Nou, dan ga ik zo eventjes met mijn pick tool eventjes die kleine elementjes uithalen. Kijk, die swirl die is toch ook gewoon gaaf. Dan heb ik nog een blaadje. En die zit bij op datzelfde setje waar de swirl ook op zit. Die heb ik ook gelinkt voor de mensen die dat graag willen. Nou, dit moet gewoon even gebeuren, dat gesso. Had ik van tevoren geen tijd meer voor. Maar weet je, we hebben ook geen haast vanmorgen. We doen het gewoon lekker rustig aan. Kijk, dit is toch ook gaaf. Dit is dus van Prima Marketing, geloof ik. Ja, weet ik wel haast zeker. Ik weet alleen niet meer welke collectie het precies geweest is. Nou, dan hebben we straks volgens mij al aardig wat bloemetjes en takjes. Even kijken. Nou, nu moeten we een beetje gaan bedenken hoe we dan de opbouw gaan doen, hè? Hier hadden we het bloemetje. Ik heb nog van dat leuke... Ja, wat is het? Tulle. In het roze met een netje. Dat is het shiny tulle. Volgens mij hebben wij het nog wel op voorraad. Kijk, dit zijn producten die hebben natuurlijk niet alle hobbywinkels op voorraad. Maar je kan ook iets vergelijkbaars. Kijk, je hoeft natuurlijk niet altijd exact hetzelfde te gebruiken wat wij doen. Dat is gewoon onzin. Ik weet dat het wel makkelijker is. Want ja, als je een voorbeeld ziet, is het altijd wel makkelijk om iets ook weer gelijk na te maken. Even kijken. Het filmstripje mag er natuurlijk ook weer op. Deze gaan we straks nog even bedenken of die erop komt. Nou, dit takje. Ik wilde gewoon een bruin kleurtje bij hebben, gewoon voor het contrast. Dat lijkt me wel heel erg leuk. Nou, dit moet ik straks nog een klein beetje kort wieken. Kijk, dat takje is toch ook leuk. Ook straks voor bijvoorbeeld herfstkaarten of zo. Deze wordt me ook ietsjes te lang. Dus die knippen we ook gewoon iets in. Die laat ik die kant op. En eentje naar beneden toe. Gaan we ook gewoon een beetje bijknippen. We moeten even snoeien. Kijk, dat wordt al helemaal leuk. Ik had nog een stukje roze draad.
ik heb gewoon veel te veel leuke dingen weer. Ik heb het al gezegd, ik heb jullie gewaarschuwd, dit gaat echt een volle creatie worden. Kijk, want daar komen die bloemetjes nog op. Ik had nog die mooie blauwe bloemetjes voor het contrast. Die gaan we er ook nog ergens achter steken. Maar ik wil gewoon niet te veel over dat alcoholinkt heen. Want dat moet natuurlijk wel goed zichtbaar blijven. Kijk, zo kom je natuurlijk wel een keer van je voorraad bloemetjes af, hè? Oh. Hier zit één verkeerd bloemetje af. Op, bedoel ik. Ik heb nog deze leuke blaadjes. Ik weet niet of er mensen zijn die het lastig vinden. Kijk, ik vind het altijd leuk om blaadjes eigenlijk een beetje in dezelfde richting ook te hebben. Ik doe dan ook heel vaak gewoon mijn designpapier of het papier wat ik uit ga stansen. Dat leg ik dan op de kop. Ik heb dat bijvoorbeeld ook bij de swirl gedaan. Die wil ik aan beide kanten hetzelfde hebben. Maar als je die twee keer uitstanst, dan gaat die de ene keer naar boven en de andere keer naar beneden. Ik doe dan gewoon, als ik hem zo exact hetzelfde wil, stans ik hem gewoon een keer op de kop uit de andere kant van mijn designpapier. En dan gaat dat helemaal prima. Ik denk dat ik deze hierachter ga doen en dat we het zo vast gaan plakken. Zullen we dat maar doen? Zullen we het maar gewoon zo vast gaan plakken? Want ik denk niet dat ik er nog meer op moet gaan doen. En als ik het vast plak, dan kan ik ietsjes beter de indeling nog zien. Ik zie iets over in welke groep we zitten. We zitten hier in de groep van de JMA. Dus gelieve ook verder niet te veel reclame maken. Nu heb ik nog wel wat leuke tickets. Ik kan ze natuurlijk van onze eigen stempeltjes maken, maar dat red ik in de live eigenlijk niet zo heel goed. Want dan kan ik zo meteen ook nog een stukje, weet je, ik doe deze keer gewoon wat papieren tickets erbij. En ik doe bij de andere creatie, doe ik een keer gewoon weer de gestempelde. Want dan kan ik zo meteen nog een beginnetje maken aan die ATC'tjes. Dan kan ik dingen afwerken. Ik ga dit gewoon vastplakken. Dus we kunnen de hele bubs er weer afhalen. En dan gaan we eens even kijken of we alles weer een beetje op dezelfde manier vast gaan krijgen. Zal vast lukken. Als eerste gaan we ons netje er weer op plakken. Het lijnpistool, mijn grote vriend. Ik vind dat zo fijn, want dan heb je gewoon alles gelijk weer vastzitten. Dan kun je iets makkelijker van die grote opbouwen maken. Want zoals net had ik het dan wel klaar liggen. Maar dan vind ik het wel heel erg lastig, want dan kun je toch niet specifiek een bepaalde richting uitdrukken. En eenmaal vast is vast. Die filmstrip, dat is gewoon voor mij een dingetje dat, ja, die gebruik ik bijna overal bij. Filmstripje is gewoon zo'n leuk decoratiedingetje. Ook straks voor de kerst weer ontzettend leuk. Even kijken. En die gaat daar. Even kijken of ik reacties
nog verder zie, volgens mij niet. Deze gaat die kant op komen. Mochten jullie nog vragen hebben, laat het dan ook gewoon eventjes weten. We doen ons best om gewoon reacties te geven. Morgenmiddag ben ik ook nog weer live hier in de groep. Want op donderdagmiddag ben ik er ook altijd. En wat ik dan ga doen, weet ik op het moment ook nog niet. Misschien dat ik dan wel een keer zeg van, ik ga een keer weer lekker met maskstencils en dergelijke aan het kliederen. Maar ik moet even kijken. Want eerlijk gezegd schrok ik er zelf ook een beetje van hoeveel leuke dingen we binnen JMA alleen al hebben. En hoeveel dingen ik daar eigenlijk nog amper van gebruikt heb. Terwijl er zoveel leuke dingen nog mee te doen zijn. Dan denk ik van, oh wat jammer. Maar ja goed, vast wel herkenbaar. Er zijn gewoon te veel leuke dingen. Ik ga even die lamp heel iets aan de kant doen. Want ik zie dat die precies op mijn alcoholpagina schijnt. Nog ietsjes verder. Volgens mij voor het beeld maakt het voor jullie niet zo heel veel uit qua kleur. En zo hebben we iets minder dat schittert in beeld. Ja, en deze swirl ook, dat is gewoon eigenlijk een hele oude stansmal. Maar ja, je bent elke keer met de nieuwe collecties weer bezig. En dan komen die malletjes weer een beetje in de verdrukking. Ik vind dat gewoon jammer. Even kijken. Deze gaat nog weer achter dat bruine. En die gaat weer een beetje over mijn bloementofje heen. Kijk, zie je, als je het nu vast gaat drukken, dan kun je dus iets meer spelen nog weer met de malletjes van hoe je ze precies wilt hebben. En dat vind ik altijd wel weer leuk. Hier ook druk ik hem dus weer een klein beetje achter mijn takje. Dan had ik deze blaadjes nog. Oh, het wordt wel echt weer volle bak. Zo. Even kijken wat voor wat minder nieuws maken dan. Ja, dat kan ook nog, maar dan krijgen we vaak weer commentaar dat mensen te weinig nieuwe dingen hebben. Dus ja, wanneer kun je het helemaal goed doen, hè? We moeten gewoon fanatieker knutselen, meer tijd om de producten te gaan gebruiken. Maar ja, ergens moet er ook, ja, voor mij natuurlijk inkoop gebeuren, ontwerpen moet gebeuren. Er zijn zoveel andere dingen nog. En dat is gewoon jammer. Een plannerpagina. Oh, dat wil ik zeker wel een keer doen, Patricia. Want dat staat nog wel op mijn to-do-list. Dus ik zal even kijken wanneer dat komt. Even kijken, deze kwam er ook nog ergens op. Ja, die gaat daar. En dan gaan we er hier nog eentje naar beneden laten hangen. Ja, er zit jammer genoeg maar 24 uur in een dag. En ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik heb ook echt wel een aantal uurtjes slaap per dag nodig.
En ook nog iets om tussendoor te rusten. Dus ik denk dat iedereen dat wel heeft. Dus ja, weet je, als we gewoon alles konden doen, zouden we ook niet tevreden zijn. Dus dan maar liever af en toe klagen dat we tijd tekort hebben. Dan betekent dat we ook genieten van het spul. Tenminste, ik wel. Ik waardeer de tijd dat ik er wel mee bezig kan. En ook de spulletjes die ik dan allemaal kan gebruiken. Even kijken. Ik ben nog in dubio wat ik met die loshangende lintjes ga doen. Want aan de ene kant denk ik van, doe ik daar straks een leuk kraaltje aan? Maar die heb ik thuis liggen. Nee, gaan we niet doen. We gaan ze gewoon afknippen. Nou, wat ik dan altijd doe, is mijn lintje dus eventjes dubbel vouwen. En dan knip ik hem gewoon in een puntje. Eventueel met de schaar van Tim Holtz, want die is daar heel fijn voor. Hierachter wil ik nog net een groen blaadje. Oh, het is wel echt een volle bak geworden. Kijk, daar zit nog weer groen achter. Kijk eens, en als je nu dus open doet, dan valt het op zich nog best wel mee hoe druk het dan weer overkomt. Omdat je hier natuurlijk die transparante pagina hebt. Je kunt hier natuurlijk designpapier achter doen, maar dat vind ik dan weer niet mooi. Je kunt hier een tekst op gaan maken. Maar gaan wij dat doen of gaan wij dat niet doen? Ik wil nog wel even met mijn Posca gaan spetteren natuurlijk. Want dat kan ook gewoon weer over ons acetate. En dat ziet er natuurlijk super leuk uit. Ook op onze bloemetjes een beetje nog. Ja, ik had nog van die leuke. Even kijken. Ik ga nog heel even in mijn grabbelbakje kijken. Want ik heb nog van die leuke pareltjes. Ja, we gaan er een heel paar van die leuke pareltjes nog bij plakken. Daar komt er één. Want die zijn gewoon precies in de goede kleur. Daar komt er één. Ik zal zo even laten zien welke dat precies zijn. Ik ben altijd iemand die iets in drieën doet. Dus ze moeten aan de ene kant drie parels en aan de andere kant drie. Deze komt hier nog precies tussenin. Die pareltjes die zitten met verschillende maten in een doosje. Dus dat is wel weer ontzettend leuk. Nou, ik ben wel helemaal happy met deze creatie. Hij is gewoon, ja, eigenlijk geworden zoals ik hem een beetje in mijn hoofd had. Gewoon echt lekker zo'n bomvolle romantische creatie. Ga ook even achter het papier iets lijn doen, zodat hij daar goed op blijft zitten. Kijk. Dit zijn de Unicorn Beads en dan Snowy. En dat is de DMCS 4240. Oh ja, het is eventjes wennen. Het is even voorzichtig doen met de lijm, maar in principe kan het prima. Nu zat ik in eerste instantie nog te denken van, doen we er een leuke vlinder op of doen we het niet? Want dan had ik er anders een gestanste vlinder op willen doen, maar ik twijfel daar gewoon over. En of we er een tekst op doen, daar twijfel ik ook eigenlijk over.
ga even kijken hoe dat uitpakt. Nou, ik vind het geen meerwaarde. Ik doe er geen vlinders op en ik doe er ook geen tekst op. Ik laat hem zo. Ik vind hem gewoon mooi genoeg. Ja, ik laat hem zo. Ik ga er niet meer aan doen. Ik ben er helemaal happy mee. Dit is toch gewoon tof. Dit is nummertje 1 en het is dus gewoon echt een lekkere, bomvolle creatie. Nou, ik zal nog even een paar standjes. Die zijn dus uit de JMA-collectie die ik dus gebruikt had. Oh, die tickets die heb ik uiteindelijk niet gebruikt. Maar ja, soms is het voor jullie net iets makkelijker om dan even te zien welke ik gebruik. Kijk, anders had ik er deze vlinder bij willen doen, maar... ik ga het niet doen. Dus dit zijn de stansmalletjes die ik gebruikt had. Ik heb ze altijd even tijdens het werk op zo'n handig ding van spellbinders zitten. Dat vind ik ideaal. Dan raak ik ze ook niet kwijt. Ik ga mijn pareltjes weer even opruimen. En dan gaan we nog even een beginnetje maken aan de volgende creatie. Die ga ik sowieso niet afkrijgen. Maar ik wil gewoon een klein opzetje maken. Dan weten jullie hoe we daar aan gaan beginnen. Want volgens mij hebben we nog wel wat tijd. Ik ga even dit opruimen. Zodat ik weer schoon schip kan maken. Even mijn drinken opmaken. Zo. Eventjes snel een klein hapje eten. Even kijken. Ik wilde van deze, die is ook met alcohol inkt gedaan en deze komt dus wel uit de deze nieuwe Romantic Moments collectie. En hier wilde ik wat ATC'tjes van gaan maken. En hoe en wat precies weet ik nog niet. Ik denk dat we daar gewoon van die raampjes van gaan maken. Dat we er dan straks een ticket op gaan maken en een kleine tekst. En dan denk ik dat we verder niet eens hoeven te doen. Maar nu twijfel ik een klein beetje van... wat doe ik? Ga ik er straks een dichte achterkant achter maken? Of ga ik dat bovenaan alleen een beetje rillen? Want we moeten natuurlijk wel... een achterkantje er straks achter hebben waar onze tekst weer op kan. Dus ik zat al te denken om dan een soort rillijntje hier bovenaan te gaan maken. En dan gewoon een staande kaart, zodat het... hoe moet ik dat uitleggen? Ik ga het straks gewoon even proberen. We gaan er straks gewoon even eentje nog weer uitstansen. Ik ga gewoon beginnen bij deze. Die gaat hier komen. Ik knip het ietsjes ruimer uit. Dit gaan dus 3 ATC'tjes worden. Ik ga even 3 leuke stukjes uit mijn papier zoeken. Even kijken. Want ergens wil ik dat zo voordelig mogelijk doen. Zodat ik natuurlijk ook nog de restantjes weer kan gebruiken. Want die restantjes kunnen met onze ticketstansen en zo misschien ook nog weer uit gaan stansen. En er weer bij gaan plakken. Dat
dat meisje wil ik eigenlijk nog even bewaren. Ik ga dit stukje er ook bij pakken. Zo, nou, dan hebben we ook nog van alles over. Daar zijn we blij mee. Nou, ik wil deze keer eigenlijk niet met wit gaan, of ja, niet met gesso gaan werken. Nee, ik heb er niet op gestempeld. Dit is het acetate. Dat is uit de JMA-collectie. En dan zou je even de live van 1 juli terug moeten kijken hier in de groep. En daar heb ik dus deze achtergrond op kleur gebracht. Maar toen ben ik niet eraan toegekomen om de creatie verder af te maken. Dus dat gaan we nu nog even doen. Omdat ik dus geen wit wil, maar ik wil wel een klein beetje de randjes toch weer netjes afwerken. En nu gebruik ik een gouden inkt. Nou, er zijn verschillende soorten. Ik vind verschillende merken fijn. Ik heb nu bijvoorbeeld de Brilliance van een gouden van de Brilliance. Maar als ik thuis werk, dan heb ik de Midas Gold van Crafters Companion. En dat vind ik ook een hele fijne. Ik wil een klein beetje. Moet ik even kijken of ik zo een stempeltje in de buurt heb liggen. Altijd wel. Dit is bijvoorbeeld een stempeltje uit de nieuwe collectie. Nou, dit zwarte heb ik niet nodig. Dus dat kan ik wel even als onderlaag gebruiken. Ik wil een klein beetje script op de achtergrond hebben. Nou, dit komt er gewoon heel lichtjes op. En dat laat ik ook zo eventjes zien. Dus het is gewoon, kijk, een klein beetje dat je wel structuur ziet, dat je de script ziet, maar het is niet overdreven aanwezig. Dan heb je die randjes niet zo super kaal. Nou, daar kan je gewoon allerlei stempeltjes voor gebruiken. Maakt niet zo heel veel uit wat voor tekst of dergelijke. Even kijken. Ik ga dit maar eventjes vastplakken met dubbelzijdig tape. Dat is denk ik het makkelijkste. En dan pak ik de 3 mm tape, want dat past nog precies langs ons framepje. Ik heb hierbij dus de ATC standsmalletjes van JMA gebruikt. En die heb ik dus uit gewoon zwart kaartstok uitgestanst. En dat open framepje krijg je door 2 standsmalletjes tegelijk uit te stansen. En ik zal het zo even laten zien welke ik daarvoor gebruikt heb. Het is ook heel leuk om er bijvoorbeeld eentje extra nog weer te maken. En dan die onderaan een pagina te doen en er dan labeltjes achter te steken. Dat is ook wel weer leuk. Dus dat je dat acetate een pocket van maakt. Ik heb dit bewerkt met de alcohol inkt. En dat heb ik gedaan in de live uitzending van 1 juli. Die live uitzending staat ook hier in de groep. Kan je nog terugkijken bij Oudgelicht. Dus heb je daar interesse in, kijk dan eventjes die live terug. Zo. Ik plak het gewoon eerst eventjes vast en dan
ga ik het daarna wel weer een klein beetje bijknippen. Want het steekt natuurlijk nog een klein beetje uit. En dat is niet de bedoeling. Dat gaat makkelijker met de prikpen, Janine. Niet eigenwijs zijn. Je kan er ook nog een leuk shaker gedeelte van maken als je dat leuk vindt. Maar dat gaan we vandaag niet doen, want dan wordt het veel te volle bak. Dan krijgen we het nooit af. Het is eigenlijk mijn intentie om te kijken of ik er eentje af ga krijgen, maar ik vrees het ergste. Maar dan hebben jullie straks wel de opzet gezien. Even kijken. Heb ik hem nou op de kop geplakt? Dat ga je toch niet menen? Nee. Tekst zit wel goed. Deze moet ook zo, want ik wil ze allemaal dezelfde kant op hebben. Deze kan net zo goed. Eerst even die dingetjes eraf halen. Moet hem toch bijknippen. Nou, ik weet niet of jullie ook nog steeds zo actief zijn met de ATC'tjes. Ik vind het wel echt onwijs tof hoe actief dat hier in de groep is. Hoe jullie allemaal meedoen met die ATC-swapjes. En weet je, je kan daar ook zoveel van die leuke kleine embellishments weer op. En het hoeft ook niet altijd heel groot te zijn of heel druk te zijn. Je kan er ook gewoon hele rustige ATC'tjes van maken. Ik denk dat ik dat in dit geval ook ga proberen. En ik zeg er wel duidelijk bij proberen. Want jullie kennen mij, als ik eenmaal losga, dan bedenk ik natuurlijk weer van allerlei andere dingen erbij. Hier pak ik even een iets kleiner schaartje voor. Dat klinkt iets makkelijker. Een keer met thema doen. Ja, dat kan in principe wel. Maar dan beperk je natuurlijk wel weer heel veel mensen. Want niet iedereen kan binnen thema's werken. Sommigen vinden dat heel moeilijk. Of daar hebben ze de spulletjes niet voor in huis. Ja, ik wil jullie eigenlijk niet te veel beperken in jullie creativiteit daarmee. Maar we kunnen even kijken hoe en wat. Wie weet, als meer mensen zeggen van wij willen wel graag in thema werken. Dat kan. En wat je ook kan doen natuurlijk. Zodra jij weet wie jouw maatje is, kan je ook tegen je maatje zeggen van nou weet je, zou het leuk zijn om in een thema te gaan maken. Ik maak iets voor jou in dat thema. Maak jij iets voor mij ook in dat thema. Dus dat zou je onderling ook nog kunnen doen. Nou, dit had makkelijker gekund, uiteraard. Ik had het beter gewoon gelijk al op maat kunnen knippen. Maar jullie zien wel, ik doe ook niet altijd wat het makkelijkste is. Soms kies ik ook voor de moeilijke weg. Maar we zijn er bijna. Dan wil je het zo netjes mogelijk eigenlijk nog ook aan de achterkant hebben. Hè? Zo. Nou, daar moeten we uiteraard weer een framepje achter plakken. Moeilijk om iets kleins van JMA erop te plakken. Nou, ja, we hebben zoveel binnen JMA, dus ja, we moeten natuurlijk wel met ons eigen merk blijven werken. Dus er zal wel echt iets van JMA op moeten. Dat is wel een van de voorwaarden. Omdat acetate wat moeilijker plakt, hebben we weer de score tape nodig om het achterkantje erachter te plakken.
Want anders dan verschuift, of ja, dit kan je wel met lijm doen. Acetate kan je lijmen, maar het droogt wel heel erg langzaam. En ik wil gewoon dat het goed vast zit. Dus we gaan er gewoon nog weer even een strookje langs maken. Ja, ik denk dat de meesten de voorkeur geven voor gewoon zonder thema. Dus ik denk dat we dat voorlopig nog eventjes doen. En wie weet in de toekomst dat we nog wat anders doen. Ja, maar als ze niks hebben van JMA, dan zijn ze wellicht ja, ook geen lid van de groep. Of dan doen ze ook niet mee met de ATC-swap, denk ik dan. Lijkt mij. Volgens mij is dit deze groep dan. Lijkt mij meer iets echt voor de. Ja. De fans van JMA, laat ik maar zo zeggen. Of de liefhebbers van JMA-collecties. Deze moet hier weer exact oppassen. En ik heb even een paar hoekjes eraf gehaald, zodat ik nu precies weet dat hij goed zit. En dan trek ik de rest van de beschermlaag eraf. Kijk. Nou, dit hoeft dan niet eens als ATC'tje eigenlijk. Dit is toch ook gewoon leuk om gewoon als een kaartje ergens op te verwerken. Ik denk dat ik er gewoon een leuke tekst op ga plakken. Met een stickertje. En dat ik er een klein stukje van een filmstripje op ga doen. In het zwart uiteraard. Heel misschien een leuk klein bloemetje of een metalen hangertje zou ook nog kunnen. Even kijken, ze horen allemaal zo. Het wordt een serie van 3 ATC'tjes. Ik weet niet hoe jullie dat doen, maar ik ben toch heel vaak geneigd om een serie van 3 te doen. Oh, inderdaad, een lantaarn van Studio Light en dan de lichtjes erachter. Dat is ook gaaf, ja. Oh, bah, jullie brengen me op verkeerde ideetjes. Dat was heel verkeerd om te zeggen, Anneke. Want ik heb nog iets liggen. En dat is dan misschien ook nog wel heel erg tof. Ik ga het zo eens even pakken. Niet dat ik nu de lampjes bij de hand heb. Dat kan ik jullie niet laten zien. Even kijken. Hier zat ook nog zo'n plasticje. Die moet er ook nog even af. Ik heb namelijk... of heb ik die nou hier niet binnen handbereik? Van Tim Holtz hebben wij van die hele gave frames en die zijn natuurlijk ook super gaaf. Om daar zo'n gedeelte van dat acetate achter te doen en dan het meisje er weer voor. Dat we ons meisje stempelen en dat we dan een lampje erachter doen. Oh kijk, dat is toch ook tof. Oh, hier is het meisje nog, die... Oh, we hebben ook nog dat grote boograampje. Kijk, dit is toch ook gaaf.
om dat meisje dan zo doorheen te laten kijken. En dan een lampje erachter. Oh, leuk, leuk, leuk. En dan zou je dat meisje, zou je aan deze kant natuurlijk weer die kant op kunnen laten kijken. Oh, helemaal leuk. Nou, deze ga ik denk ik in een gewoon eventjes lekker op mijn gemakje afmaken. Wellicht komt er hier bovenaan nog een of een zwart touwtje misschien, een paar tickets misschien erop. Maar het idee is in ieder geval deze transparante ATC'tjes, een leuk tekstje onderaan, een klein bloementoefje misschien. Jullie gaan ze binnenkort in de groep zien, maar voor nu gaat me dat eventjes allemaal niet meer lukken. Jullie hebben in ieder geval de andere creatie helemaal klaar gezien. Die is dus met het acetate gedaan. Nou, hoe je dat acetate op kleur brengt, kun je in de live van 1 juli terugzien. Hoe je er van die leuke kaartjes van kan maken, dat heb ik nu dus laten zien. En het eindresultaat hiervan gaan jullie binnenkort zien. Morgenmiddag ben ik er ook weer. En wat ik dan precies ga doen, dat weet ik nog niet. Oh, weet je wat ik nog even wil laten zien? Nee, heb ik dat bij me? We hadden namelijk, en dat had, even kijken of ik hem, ja, ik heb hem bij me. Ik had het gisteren in de Showtime al even laten zien, maar met goudspetteren is ook onwijs leuk. En dat is natuurlijk heel mooi op deze ATC'tjes. Weet je wat ik doe? Ik ga er een wit onderkaakje achter maken. Want dan komt alcohol inkt ontzettend mooi uit. Dit is solvent ink. En dat kan je heel makkelijk met een kroontjespen mee spetteren. Ik dip hem wel even in het potje. En dan hebben we heel mooi. Wat gouden spetters. Ik wil niet te grote spetters en ook niet te veel. Dus een klein beetje met beleid. Het kan ook met een Posca. En wat denk ik ook heel erg leuk is. Even kijken of dat wil hoor. Nou, ik moet hem even in de grote pot dopen. Maar het pakt niet. Ja, het pakt wel. Kijk, dan kunnen we ook een paar leuke accentjes en wat kriebeltjes, dus een soort eigen doodles, nog weer op ons acetate maken. En dan krijg je het nog gaver. Oh, dit is ook leuk. Ik ga eventjes ook op deze laatste nog wat spetteren. En nu bedenk ik me in één keer, even kijken. Hier ga ik ook nog even wat goud op spetteren. Kijk, want ik heb ontzettend leuk. Ik had net dat tulle, dat net tulle. Maar dat heb ik ook met goud met glitters. En dat is wel heel tof om dat zo een klein beetje langs de zijkant nog weer te verwerken. En dan een gouden lintje of strikje bovenaan. Oh, ja, het gaat steeds meer broeden alweer. Ik zie het alweer helemaal voor me. Kijk maar, als je dit hier zo een beetje losjes erbovenop maakt en aan de boven- en de onderkant met een gouden draadje of met een gouden splitpennetje of iets dergelijks vastmaakt, dat is toch ook tof? Of met een nietje? Oh, ik ben echt weer niet te stoppen. Dat is echt... Ik denk dat ik dit met een nietje ga doen en dan
een gouden touwtje er weer doorheen wikkelen. Oh, bah. Te leuk. Jammer genoeg is mijn speeltijd voorbij. Maar dit gaat wel binnenkort afgemaakt worden. Jullie gaan het zien. Voor nu wil ik jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken. En morgenmiddag ben ik er dus weer. Ja, mijn hersenen die slaan altijd op hol als ik bezig ben. Dat is heel verschrikkelijk. Maar ja, goed. Time flies. Speeltijd is voorbij. Dus voor nu een hele fijne dag verder. En tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!